Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dylane Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te drukken, ja, zodat je natuurlijk ook meldingen krijgt als ik een video upload. Ik heb hier weer een heel bijzonder mens naast me zitten. Ja, haar naam is Els Dollander en zij doet natuurlijk zien, dus wat betekent dat? Dat je dus geen bril meer nodig hebt, dus je ogen weer zo krachtig en scherp maken dat je eigenlijk weer gewoon kan zien. En dat heet Dr. Bates methode. Nou Els, hoe ben je begonnen? En nog even, mijn moeder is hiervan het levende bewijs. Want zij draagt ook geen bril meer door deze methode. Nou, vertel. Ja, hoe ben je begonnen? Hoe ben ik ermee begonnen? Eigenlijk toen ik, in 1999 ging ik op vakantie in de Provence en er was mij te horen gekomen dat er in Frankrijk een ecologisch centrum was. Mm-hmm. En ik had zo het gevoel, ik moet daar naartoe. Mm-hmm. En op de terugweg van de Provence deden we een ommetje om dat ecologisch centrum te gaan bezoeken. Mm-hmm. En in de winkel viel mijn oog op een boekje. Mm-hmm. En dat was een boekje van Janet Goodrich. Mm-hmm. En Janet Goodrich, dat is eigenlijk ook nog een bekende vision educator. Bien voir sans lunettes. Dus goed zien zonder bril. En toen ik dat boekje in mijn handen had, had ik zoiets van, ik wist het. Ik heb het altijd al geweten. Mm-hmm. Dat ik mijn ogen kan genezen. En ik las de achterflap en mm-hmm. ik weet nog heel goed, hè, dat ik zoiets had van wauw. En weet je wat ik deed? Ja. Ik zette dat boekje terug in het schap en ik ging naar huis. Omdat ik er van overtuigd was dat dat niet voor mij was. Okay. Dus ik was zodanig geïndoctrineerd, zal ik mm-hmm. maar zeggen. Want uiteindelijk, als het over genezen gaat, mm-hmm. worden ogen altijd vergeten. Ja, klopt. Ja. Hey, van het moment dat er ergens een probleem is met je oog, wazig zien of iets anders, mm-hmm. Je gaat naar de oogarts, allee, vroeger was dat zo, nu ga je eventueel naar een opticien of een mm-hmm. optometrist. Mm-hmm. En het enige antwoord op de waas is een bril. Ja. Of lenzen. Ja, ze doen er niks aan. Ja. Ze doen er niks aan. Ze zeggen, kan niet. Kan niet. Nee. Ja, punt. En dus in 1999 was ik nog mm-hmm. Heel hard mee in de wereld, zal ik maar zeggen, wat aan mij verteld werd. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heb ik daar een zaadje gaan oppikken, mm-hmm. want 10 jaar later kwam dat dan weer op mijn pad. Oh. Ja, omdat ik ook een opleiding deed in natuurgeneeswijze. Mm-hmm. En daarvoor hadden we ook een literatuurlijst gekregen. Mm-hmm. En onder andere het boek De Zin van Ziek Zijn, mm-hmm. van Rudiger Dahlke. Mm-hmm. Dat is een van de boeken die ik mocht lezen, mm-hmm. eigenlijk. Mm-hmm. En daarin las ik dan eigenlijk ook dat dus de waas eigenlijk een signaal is van je ziel. Ja, oké. Ja. En had je zelf ook een bril? Ja. Oh. Ja. Ik heb mijn eerste bril gekregen toen ik 7 was. Oké. Je zou kunnen zeggen dat ik een soort van typisch schoolbijziend kindje was. Okay. Omdat voor heel veel kinderen is de overgang van kleuterschool mm-hmm. naar lagere school en leren lezen en schrijven mm-hmm. zeer stresserend. Okay. En om te leren lezen en schrijven ga je je ogen op een bepaalde manier gebruiken mm-hmm. die eigenlijk niet natuurlijk is. Oh, interessant. Ja, er zijn heel veel kinderen bijvoorbeeld met leerstoornissen die eigenlijk gewoon een functioneel probleem mm-hmm. hebben met hun ogen, mm-hmm. waardoor ze niet goed of mm-hmm. Problemen hebben om te lezen mm-hmm. en hetgeen wat ze lezen ook te begrijpen. Want uiteindelijk, als je leert lezen en schrijven, vooral lezen en zo, dat gaat volgens een bepaalde methode, mm-hmm. maar dat is goed, laten we zeggen, voor 80% van de kinderen. Maar als mm-hmm. je dan toevallig bij die 20% hoort die op een andere manier leert, mm-hmm. kom je in de problemen. Ja. En hoe leren die 20% dan? Het fijne weet ik niet van het verschil van leren, maar het is mm-hmm. wel zo dat bijvoorbeeld een deel van de kinderen beelddenkers zijn. Ja. En dat je dan, als je dan bijvoorbeeld een abstracte letter gaat leren, mm-hmm. is dat heel lastig mm-hmm. omdat er een beeld bij is. Ja, omdat er geen beeld bij is. Okay, ja. Bijvoorbeeld als je een
het woord boot, B-O-O-T, dat is absoluut iets anders dan het beeld van een boot. Ja. En ja, klopt. Dat kan echt een probleem zijn. Interessant. Dus, ik kan me nog als een dag van gisteren herinneren eigenlijk. Mijn moeder die brief kreeg van het toenmalige PMS. In België is er dus het PMS. Vroeger, nu is dat CLB. Waarbij kinderen op regelmatige tijdstippen medisch onderzoek krijgen. Misschien is dat hier ook in Nederland zo. Mm-hmm. En dan word je daar... een schoolarts of zo. Ja, nog net niet figuur, nog net niet letterlijk, maar eigenlijk figuurlijk in je ondergoed gezet. Mm-hmm. En als klein kind is dat heel indrukwekkend. Mm-hmm. En je krijgt dan ook een oogtest. Mm-hmm. Dus, en... Zoiets als consultatiebureau bij ons in Nederland of zo? Maar volgens mij, dat stopt ergens. Volgens mij bij 2, 3, 4 jaar. Dat weet ik niet. Ja, dat is misschien... Dat is aanvankelijk van baby tot kleuter of peuter. Mm-hmm. Dat is nog iets anders kind en gezin in België, als ik me niet vergis. Maar dan op school krijg je ook om de zoveel tijd een medisch onderzoek. Ja. En tijdens dat eerste onderzoek dan, in de eerste... In het eerste leerjaar kreeg mijn moeder dan achteraf een brief dat ik dus een probleem had met mijn ogen en dat wij dus naar de oogarts moesten. Moesten. Mm-hmm. Oh. En ik kan me nog herinneren, voor mijn moeder was dat eigenlijk een heel grote ramp. Ik denk dat geen enkele ouder dat fijn vindt als hij of zij een brief krijgt dat jouw kind oogproblemen heeft. Het ding is dat er over het algemeen niet bij stilgestaan wordt waarom een kind of een persoon wazig begint te zien. Er wordt nooit naar de oorzaak gekeken. Dus je gaat dan naar de oogarts, dat deden wij ook. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan? Dat gebeurde vroeger, zo ik vermoed dat dat nog steeds zo is. Als dat een eerste bezoek is bij een eerste klacht van baas, dan wordt er bijna... altijd atropine in de ogen gedruppeld. Oh, en wat is dat? En atropine, dat is eigenlijk een vloeistof die de ciliaire lens rondom de ciliaire spier rondom de lens verlamt. Oh. En ze doen dat om... Ja, dat is een soort... Gaat die iris groter worden, toch? Of dat zwarte? Eigenlijk, het gaat de ciliaire, je hebt de iris, maar dan achter de iris zit de lens. Mm-hmm. En rond die lens zit de ciliaire spier. Mm-hmm. En die spier wordt daardoor verlamd. Mm. Maar dan achteraf word je wel uitgenodigd om een letterkaart te gaan lezen. Dus ik heb dat nooit echt goed begrepen, waarom men dat doet. Waarom verlammen ze eerst de spieren en dan kijk, dat hebben we hier zo... helemaal niet gehad. Dat is gek. Ja, en... Misschien wel hoor, ik weet het niet meer. Ja, dat wordt vaak gedaan. Ja. Dus, en ik kan me dat nog heel goed herinneren. Maar dus het ding is, je gaat toch ook niet, als je een sprint gaat doen, bij wijze van spreken, eerst eens een dokter hebben die even op jou... op je been schupt of zo. Ja. En dan zegt hij, nu mag je gaan lopen. Ja. Van in ieder geval, ik vind dat raar. Ja. Ja. En uiteindelijk, je zit al in de problemen met je zicht. Dus, en dan krijg je ook zo'n bril op je neus. Mm-hmm. En dan is er constant een dokter die zegt, is het beter of slechter? Beter of slechter? Mm-hmm. Op den duur zie je het eigenlijk niet meer. En dan zeg je maar iets. En dan krijg je een bril. En meestal is die bril dan veel te sterk. Oh. Want dat is nog zoiets. Wow. Zicht op zich is niet statisch. Mm-hmm. Een gezond oog, dat varieert. Mm-hmm. Dat kan zelfs 2 dioptrieën per dag verschillen. Mm-hmm. Dus van -2 tot +2, dat is normaal. Mm-hmm. Maar dus... Als je dan die bril krijgt, dat overkwam me altijd als ik klein was, dan deed die bril pijn aan mijn ogen. Ja, dat snap ik. Ik heb echt wel pijn als ik aan denk. Ja, en wat ik ook vaak had, dat was dat de muren en zo krom waren. Beetje bol, hè? Ja, een beetje bol. Ja. Ja. En als je dan zei, dat doet pijn aan mijn ogen, wat zegt een oogarts dan? Nou, dat bent wel. Dat bent wel. Ja. Maar wat het is eigenlijk de boodschap is, je ogen laten aanpassen aan de bril. Ja. Dus eigenlijk kapot maken. Zie je? Want
Het ding is, en dat is uiteindelijk wat dat dokter Bates ontdekte eigenlijk. Dokter Bates, dat is een beetje de grondlegger van mm-hmm. de natuurlijk zien gedachtegoed. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een briljante oogarts die 100 jaar geleden leefde. Dus eind 1800, begin 1900. Mm-hmm. Hij is gestorven in 1931. Hij woonde in New York, dat is een Amerikaan. Mm-hmm. En hij ontdekte eigenlijk dat wanneer hij zijn patiënten een bril voorschreef, mm-hmm. Dat wanneer de mensen... Er waren altijd mensen die bril niet wouden opzetten, mm-hmm. omdat het vervelend was, of dat mm-hmm. pijn deed mm-hmm. en zo. En als ze dan terug op controle kwamen, dan stelde hij vast dat degene die bril dus niet constant hadden opgezet, mm-hmm. dat die beter gingen zien. Ja. Ze dus leren natuurlijk weer omgaan met de natuur. Ze passen zich dan aan de natuur en niet wat heel onnatuurlijk is. Ja. En dat dus degene die bril eigenlijk constant ophielden, mm-hmm. dat die hun ogen slechter werden. Ja, dus dat vond dat fascinerend om vast te stellen. Ja. Want dat klopt ergens niet. Dat is een wetenschapper, die man, die kijkt tenminste verder in de neus langer. Ja, en die is ook niet te beroerd om te zeggen van kijk, hier klopt iets niet. Ja, inderdaad. En hij zat dan verder gaan onderzoeken. En hij kwam dan eigenlijk tot de ontdekking mm-hmm. dat waas, eigenlijk dat de oorzaak van waas is een of andere vorm van stress mm-hmm. die aanhoudt. Mm-hmm. Het is niet zo, een mens kan een bepaalde vorm van stress mm-hmm. aan, mm-hmm. hebben een aanpassingsvermogen, mm-hmm. maar dat is voor mm-hmm. elk persoon uniek. Mm-hmm. Maar als iemand onder een aanhoudende vorm van stress, of dat dan nu fysiek, emotioneel, mm-hmm. Mm-hmm. Langdurig mentaal of spiritueel is, mm-hmm. dan kan zich dat vastzetten op jouw visuele systeem. Mm-hmm. En dan creëert jouw visuele systeem een waas. Mm-hmm. Ver weg, dichtbij, maakt niet uit. Hè. Mm-hmm. En het komt er dan op aan om dat visuele systeem terug gaan te ontspannen. Mm-hmm. Hey, dus hij ontdekte dat dus slecht zicht te maken had met een disbalans tussen spanning en ontspanning. Mm-hmm. En dat dat voor elke persoon uniek is. Ja. Dus wat dat voor jou die balans is, is mm-hmm. anders dan die van mij. Ja. En hij was eigenlijk ook dat werd hem niet in dank afgenomen. Nee. Ja. Hij werd een wappie genoemd. Ja, een wappie à vol la lettre. Zoals wij hier in Nederland zeggen, complotdenker. In die zin dat hij natuurlijk de gevestigde orde, die vond hij leuk. Hij werd niet geaccepteerd, want dat was een zeer briljante oogarts. Mm-hmm. En hij werd dan uiteindelijk ook uit de orde gezet. Laat ons zeggen dat het nog niet heel veel veranderd is. Het is nog steeds eeuwen gaat het zo door, hetzelfde plan. Ja, mensen moeten blij zijn als ze geen diploma meer hebben. Hè? Ik hoor nu steeds meer ondernemers die ook zeggen, nou, ik kijk niet meer naar de mensen met diploma's, we willen juist nu mensen die met passie werken. Ja, dat is de diploma. Ja. Dus, en dokter Bates heeft dan uiteindelijk een aantal principes en technieken ontwikkeld of naar voren geschoven om wazig zicht te verminderen of te bewezen. Te genezen of te healen. Ik ben er zeker van dat hij niet die woorden gebruikte, maar in ieder geval om het visuele systeem te ontspannen. Ja. En hij heeft zichzelf ook van ouderdomsverziendheid genezen. Ja, fantastisch, hè? En heel veel mensen. Enorm veel mensen in die tijd, zelfs in die tijd al, terug aan beter zicht geholpen. Wauw. Dus hij was enorm krachtig. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Nou zit jij het voort. Ja, ondertussen zijn er wel heel veel mensen, want zijn assistente, Emily Learman, mm-hmm. is dan uiteindelijk zijn vrouw geworden en die heeft na zijn dood, want hij is vrij jong gestorven, mm-hmm. Zijn werk dan verder gezet. Mm-hmm. En aanvankelijk waren er toch wel redelijk wel wat mensen die zijn ideologie en filosofie mm-hmm. Verder uitdroegen, mm-hmm. maar dat werd tegengewerkt. Oh. Ja, dus en uiteindelijk is nu is precies zo de tijd weer rijp dat dat terug opgepikt wordt. Ja, mensen gaan toch altijd weer terug naar de natuur en de waarheid zal toch nooit
lang rusten. Hè? Nee. Die gaat altijd in volle gang eruit. Ja. Hoe ze het ook onderdrukken, dat lukt niet gewoon. Nee, want uiteindelijk, de hele Dr. Binns methode, al die technieken zijn super eenvoudig. Ja. Want... En kost geen geld, hè? En kost geen geld, ja. En daar kunnen ze niet aan verdienen, nee. Hè? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Inderdaad. Nee, doordat ik dat boek dan had, van, waar ik dan was, dat dan een signaal van je ziel is. Mm-hmm. En dat dat dus eigenlijk betekent dat er iets in jou is dat niet in lijn is met wie je werkelijk bent. Mm-hmm. Ik heb daar uren mee suf over gedacht, wat dat zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar in ieder geval, in 2009 kwam dan Thomas Quackenbush op mijn pad. Mm-hmm. En Thomas Quackenbush is in de wereld van natuurlijk zien eigenlijk ook een heel bekende naam. Het is een Amerikaan die een hele tijd in Nederland gewoond heeft, mm-hmm. in Nijmegen. En hij had daar zijn Natural Vision Center. En ik ben in 2009 dan bij hem op een introductieles gegaan. Mm-hmm. En dan ben ik mij strikjes aan beginnen verdiepen in natuurlijk zien. En dat was voor mij dan eigenlijk een beetje het start zijn van mijn eigen pad naar beter zicht. Ja. En dat van vandaag doe ik met eigenlijk al heel veel zonder bril. Zo. Ja. Wat goed, hè? Want hoeveel had jij? Wat is het? Op mijn dieptepunt, dan had ik min 7. Zo, dat is wel veel, hè? Ja, dat is best behoorlijk veel. Ja. Ja. Mijn rechteroog. En dan mijn linkeroog was iets van min 5, mm-hmm. 75, zoiets. En ik had ook astigmatisme. Dus, wat is dat? Astigmatisme, dat is eigenlijk een vervorming van het hoornvlies. Mm-hmm. Dus astigmatisme is dus een vervorming van het hoornvlies, mm-hmm. waardoor dat ofwel verticale, horizontale of schuine lijnen mm-hmm. dubbel zijn of wazig. En je kan dat beste merken als je bijvoorbeeld naar een Z kijkt mm-hmm. en je hebt schuin astigmatisme, dan zal de schuine streep van de Z blurry zijn, dus wazig zijn, of grijs, of moeilijker te zien. Okay. En dat komt omdat er een soort van bubbel in je hoornvlies zit. Mm-hmm. En dat is misschien interessant om uit te leggen, want ik heb hier een paar ogen meegebracht. Ja, kom maar op met die ogen, zijn paarse ogen nog wel. Het zijn paarse ogen. Maar ik ga even uitleggen hoe dat ogen werken eigenlijk om te zien. Mm, ja. En hoe het komt dat je dan, of wat dat dan de oorzaak is van wazig zicht. Ja. Omdat, het zijn nu wel hele grote ogen, de echte ogen zijn zo groot niet. Ongeveer denk ik 1,5 tot 2 centimeter. Maar in ieder geval, ogen, dat zijn orgaantjes, mm-hmm. want het wordt eigenlijk ook niet bekeken als organen. Oh. Maar ogen is eigenlijk een verlengstuk van je hersenen. Okay. De ogen is eigenlijk dat deel van je hersenen dat zichtbaar is voor de buitenwereld. Al de rest van je hersenen zit achter een hersenpan, behalve je ogen. Dus embryologisch groeien de ogen eigenlijk uit het hersenweefsel. Oké, dus de ogen die komen, die groeien uit het hersenweefsel. Ja. Interessant, hè? Ja. En dus jouw ogen zijn eigenlijk een soort van ontvangers van het licht, mm-hmm. die het licht... Of de lichtfrequentie, want dat is nog zoiets. Als je bijvoorbeeld een glas hebt, we denken dat we een glas zien, mm-hmm. maar dat is niet zo. We zien enkel een vorm, een grootte en kleuren. Mm-hmm. En we geven daar het concept glas aan. Okay, dus maar voor je ogen is dat geen glas. Het is gewoon een vorm, mm-hmm. dat heeft een grootte en een lichtintensiteit en die informatie nemen je ogen waar, mm-hmm. en dat wordt doorgestuurd naar hier vanachter, de visuele cortex. Okay. En daar wordt de informatie verwerkt. Okay. Dus nu je ogen, die zitten in je... En het feit dat ze er niet uitvallen, is omdat ze dus vastzitten... Aan de hersenen. Met spiertjes. Oh. Ja, dus er zijn... Ik ga nu één oogje even wegleggen. Ja. Maar er zitten 6 externe spieren aan de ogen die je ogen vastzetten aan je oogkas. Okay. Dus er zijn dus 1 spier van boven, 1 spier onderaan, mm-hmm. een spiertje links, een spiertje rechts. Mm-hmm. En dan zijn nog 2 dwarsspieren, mm-hmm. 1 boven en 1 onderaan. Okay. En dus die spieren, die worden eigenlijk gebruikt om je ogen te laten bewegen in je oogkas. Mm-hmm. Naar boven kijken, naar onder kijken, links, mm-hmm. rechts.
maar die worden eigenlijk ook gebruikt om de lichtfrequenties op je netvlies te laten vallen. Mm-hmm. He, dus, want als je naar een voorwerp kijkt, dus dat zendt informatie uit mm-hmm. in de vorm van frequenties. Mm-hmm. Vorm, grootte, kleur. En dat valt door je lens. Mm-hmm. Maar afhankelijk van de afstand gaat jouw lens en ook jouw buitenste oogspieren mm-hmm. Samentrekken en ontspannen om die frequenties helemaal achteraan op de macula te laten vallen. Ja, omdat we begrijpen dan ook, hè? Je hersenen moeten dat ook ja, begrijpen. Ja, want uiteindelijk, dus het netvlies zelf, mm-hmm. daar heb je misschien dat jij nog weet van de biologie les, maar daar heb je twee soorten lichtreceptoren, mm-hmm. dus de kegeltjes en de staafjes. En de staafjes liggen mm-hmm. eigenlijk volledig op het netvlies, mm-hmm. maar er is maar één punt waar kegeltjes geconcentreerd zijn en dat is op de macula. Okay. En dat is het punt waarmee je helder en scherp kan zien. Ah, oké. Okay. En dus je ogen gaan alles doen om die lichtfrequenties op dat ene punt te laten vallen. Oké, okay. Interessant, ja. Hè? Ja. Oh, je lijkt of je het bijna gaat voelen als je erover na gaat denken. Dat je bijna die macula voelt. Hè? Ja. Dus, en het ding is, wanneer jouw visuele systeem of je ogen niet onder stress komen mm-hmm. te staan, volgens Dr. Bates, mm-hmm. Dan kan dat bijvoorbeeld zijn dat die stress zich gaat vastzetten op een van die spiertjes mm-hmm. waarbij je oog vastzit in je mm-hmm. oogkast. Mm-hmm. Stel nu dat dat die vier externe spiertjes zijn en die gaan, als een spier onder stress staat, dan mm-hmm. gaat die samentrekken. Mm-hmm. Dus die gaat samentrekken. Mm-hmm. En gaat niet meer kunnen ontspannen. Ja, omdat hij niet meer weet hoe hij moet doen. Dus gewoon, ja. Je hebt het per ongeluk zo geblokt. Ja. Ja. Dus wat gebeurt er? Jouw oog, dat normaal gezien bol is, mm-hmm. gaat, doordat die spiertjes samentrekken, mm-hmm. krijgt hij een plattere vorm. Oh. Zie je? Maar dan kan de lichtstralen kan dan niet meer op die macula vallen. Die vallen erbuiten. Oh, maar dat is dus niet wat ze zeggen, dat is vocht achter je ogen en dat soort dingen? Dat kan een oorzaak zijn van andere problemen met je ogen, maar bijvoorbeeld de gangbare refractiefouten, zoals bijziendheid, verziendheid, astigmatisme mm-hmm. En die dingen, dat is volgens Dr. Bates te wijten aan het feit dat dat die spiertjes verkrampt zijn mm-hmm. Mm-hmm. en dat daardoor de vorm van je oogbol mm-hmm. verandert, mm-hmm. waardoor dat het brandpunt eigenlijk buiten je oog valt. Mm-hmm. In dit geval heb je dan verziendheid, dus hyperopia, dat ze zeggen. Okay. Dus dan kan je van dichtbij zie je dan wazig, je ziet dan wel nog goed ver weg. Zie je beter. Ja. Wat is het, wat gebeurt er als je bijvoorbeeld bijziend bent, dus je ziet dichtbij goed, maar ver weg niet? Ja. Dan is dat de stress zich vastzet rond op die twee spiertjes, die, dus de bovenste en de onderste spier. Mm-hmm. En als die verkrampen, mm-hmm. dan ga je zien wat er gebeurt met de oogbol. Mm-hmm. Ja, die gaat dan die wordt langwerpig. Oh. Dus, kattenogen krijg je dan. Ja, maar dan wil dan zeggen dat het brandpunt vlak voor de fovea valt. Okay. En dan krijg je waas. Oh. Want het valt niet op het, de macula. Oké, okay, dus als je verziend bent, dan gaat die ja, plat. Ja, dus verziend, dat wil dus zeggen dat de lichtinval? Ja, en dat de spiertjes... Die doen dat? Die doen dit, zo, die knijpen zo. Dus je oogbol wordt plat mm-hmm. en het brandpunt valt buiten je oog. Mm-hmm, mm-hmm. Dus je hebt een waas, want het valt niet op de macula. Okay. Bij bijziendheid is het de spiertjes die rondom het oog zitten, ja. die samen knijpen. Zo. En dan krijg je eigenlijk een langer oog. Maar die knijpen niet bovenop, die knijpen zo, toch? Nee, die zitten rond het oog. Hè? Dus er zit hier een spier en er zit hier een spier. Ja. En als die verkrampt zijn, knijpen die zo. Oké. En die andere was ook plat? En die andere, dat zijn deze spieren. Oh ja, die was zo, ja. Je ja, hebt ja, zes ja, ik spieren, was hè? Dus ja, ja, ja. als de vier spieren, die, ja. dus de rechte spieren, ja, als die samentrekken, krijg je een plat oog. Ja, 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 en als ja, de ja. dwarse spieren, die twee dwarse ja. spieren, verkrampt zijn, dan krijg je een langwerpig ja, oog. Ja, 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 dus verticaal en horizontaal, zeg maar. Ja. Ja. En dan, bijvoorbeeld in het geval van astigmatisme, is het een combinatie van verkrampingen van de spiertjes die het hoornvlies dat hier vooraan zit, mm-hmm. een soort van een gleufje of een
uitrekt. Of zo. Ja, een soort warp, zo een deuk geeft. Een deuk geeft. Ja. Dus, en het ding is, stel nu dat je bijvoorbeeld aanleiding hebt om deze spiertjes te verkrampen, dan ben je dus, krijg, nou, dat lijkt allemaal heel veel, maar natuurlijk, dat gaat om een oog. Zelfs een halve millimeter geeft al een enkele dioptrie. Ja, ja, dat is zeer subtiel. Ja. Ja. Maar, en wat gebeurt er? Je hebt dus die spiertjes die verkrampt zijn. Mm-hmm. Als je daar dan een glas voor zet, dan ga je eigenlijk de feedback die je van jouw lichaam krijgt, van hé, je zit hier met die verkrampte spieren, die ga je negeren, want je zet er een glas voor en je krijgt de indruk dat alles terug scherp en helder is, maar het probleem is niet opgelost. Nee, wat gaat je lichaam doen? Je lichaam begint altijd met subtiel een signaal te geven dat de balans verstoord is, dus tussen spanning en ontspanning. Ja. Maar dus, je zit in de verkramping, je gaat naar de oogarts, die schrijft je een bril voor. Je zet daar een bril voor. Eigenlijk te belachelijk als je het zo ziet, hè? Ja. Als maar je dit zo hoort, dan denk je, man, waar is die wereld toch mee bezig, joh? Ja. Ja, het is zeer logisch, maar als je het niet weet, dan denk je daar gewoon dus, niet aan. We zoeken maar, oh, wie heeft, je kunt niet zien, nou, doen we toch gewoon een scherp blaadje ervoor. Nee, je gaat niet inwerken dat die spieren ontspannen. Ja, maar hoe werkt het zelfgenezend lichaam? Of hoe werkt, onze lichamen zijn eigenlijk trouwe dienaars die... Ja. Die geven signalen om te zeggen van, er is iets wat jou uit balans brengt. Ja. Ja. Dus jouw lichaam gaat harder schreeuwen, dus die gaat nog harder knijpen. Ja. Je krijgt een sterkere bril. Ja. Zit je in een progressieve myopie, dus een steeds voorschrijdende myopie. En ik heb altijd zeer raar gevonden dat een bril jouw ogen niet geneest. Want, bedoel... Je hebt een probleem, de waas. Je krijgt een oplossing, de bril. Maar zonder die bril verbetert die waas niet. Het wordt alleen maar erger. Ja. Dus het zou een beetje hetzelfde zijn dan bijvoorbeeld dat je je been breekt en je gaat naar de dokter. En die dokter die geeft je geen gips om je been, maar die geeft je een paar krukken en zegt, Delaila, vanaf nu, sorry, maar je gaat niet meer op je benen kunnen lopen. Vanaf nu ga je met krukken lopen. Ja. En kom over een paar maanden maar terug en dan gaan we kijken. Je komt over een paar maanden terug, je been is nog niet genezen. Nee, je krijgt sterkere krukken. Ja, je krijgt sterkere krukken. Ja, het is gewoon heel onlogisch. Het is heel onlogisch. Ja. Voor je been zou je zeggen, die dokter die is nuts, weet je wel, die is gek. Ja. Maar dat is wel wat er effectief gebeurt met je ogen. Ja. Je krijgt steeds sterkere glazen. Ja. Ja. En hoe zit dat met het laseren? Want ze laseren natuurlijk nu die ogen. Het laseren, juist, inderdaad. Ja, het laseren, dat geeft dan de indruk, of dat wekt de indruk dat het oog genezen is. Mm-hmm. Maar wat doet laseren? Dat, dus stel, iemand heeft min 5 bijziendheid. Mm-hmm. Dus min 5 bijziendheid betekent dat die spiertjes hierom verkrampt zitten. Mm-hmm. Volgens de Dr. Bates methode, mm-hmm. want dat is wel ons uitgangspunt. Mm-hmm. Dus je zet er een glas met dioptrie min 5 voor. Wat gebeurt er met laseren? Dan wordt die min 5 dioptrie gewoon in het hoornvlies gelaserd. Maar ik dacht dat ze altijd iets weghaalden of zo. Ja, afhankelijk van het type operatie maken ze dat eerst los en nemen ze. Maar in ieder geval, het wordt in je oog gelaserd. Eigenlijk, dus je hebt eigenlijk een lens in je oog. Eigenlijk wordt uw brilvoorschrift wordt permanent in je oog gelaserd. Dus, maar de spanning blijft wel. Ja, natuurlijk. Dat gaat toch wel. Maar het is ook een vrij recente techniek. Mm-hmm. Dus ik heb er nog niet echt in verdiept. Maar in ieder geval, het is geen techniek waar men honderden jaren ervaring mee heeft. Mm-hmm. En wat zien we nu wel vaak gebeuren? Dat is dat mensen die zo'n vroegere oogoperatie gekregen hebben voor bijziendheid, dat die nu allemaal terug aan de leesbril zitten. Ja. Ja, dus omdat er nog een... Eigenlijk, het is zeer eenvoudig, maar tegelijkertijd complex. Ja. In die zin dat een oog is in ontspanning als het ver weg kijkt. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ver weg kijken, dus vanaf 6 meter en verder, dat is ontspannend voor ogen. Oh. Ja.
Omdat van het moment van, om te kijken vanaf 6 meter naar dichtbij, dan gaan de ogen naar binnen draaien, convergeren, om dus die lichtfrequenties op die macula te laten vallen. Of focussen. Ja. Ja. Het feit dat de dag van vandaag mensen heel veel en vaak dichtbij werk doen, en te weinig ver weg kijken, kan ook natuurlijk zijn dat die binnenste spier dan, die steeds opspant, zich ook niet meer volledig kan ontspannen om ver weg te kijken. En dan ga je waas creëren in de verte. Want ja, ben je niet meer gewend. Ja. Dus omdat vanaf 6 meter en dichterbij, men noemt dat accommodatie. En accommodatie is dus eigenlijk het spel dat je ogen spelen met allerlei spiertjes, ook dus de ciliaire spier rondom de lens, om eigenlijk de lichtstralen op de macula te laten vallen. Je oog is constant in beweging als het kijkt tussen 0 en 6 meter. Maar wat doet een bril? Dus als je bijvoorbeeld ver weg wazig ziet, dan krijg je een bril. En dat wordt opgemeten op een afstand van 6 meter. Dus je krijgt een bril aangemeten om scherp en helder te zien op 6 meter. Nee, want de oogarts gaat je altijd vragen om een letterkaart te kijken, maar dat is gemeten op 6 meter afstand. Maar wat gebeurt dan? Mensen krijgen een bril en mocht je die bril al enkel en alleen gebruiken om 6 meter en verder te kijken, dat zou perfect zijn. Ja? Ja. Maar mensen gaan het ook bijvoorbeeld gebruiken om computerwerk te doen. Om dichtbij te kijken. Ja, inderdaad. Maar dat wil dus zeggen dat jouw oog zit onder spanning. Ja. Zet er een lens voor om vanaf 6 meter te kijken. Ja, maar dan ga je eigenlijk met die lens dichtbij kijken. Dus jouw oog moet nog extra spanning op creëren om die lichtstralen die dan heel dichtbij, dichtbij zijn, op die macula te krijgen. Ja. Waardoor dat je dus eigenlijk nog meer spanning... Ja, maar zelfs als dat je door zo'n microscoop kijkt hè, van veraf en je gaat ineens dichtbij. Ja. Of een verrekijker is hetzelfde effect. Ja. Probeer maar zo'n verrekijker waar je dus ver kan kijken, dichtbij te zien. Dat is niet te doen. Nee. Dan zie je die lens zo groot. Dus in die zin had dokter Beets overschot van gelijk. Ja. Dat dus een bril eigenlijk... Je zei dat zelf, hè. They are crutches. Het zijn krukken. Hè? Ja, het zijn de krukken van... Het zijn de krukken van je ogen. Ja. Dat is ook de reden waarom dat je ogen niet gaan genezen. Nee. Want ik kan me nog herinneren... Want je blijft met die krukken lopen. Je blijft met die krukken lopen, En stel dat je dat zou doen met je gebroken been. Als je constant je been niet meer gebruikt, dan gaat jouw spieren gaan atrofieren. Ja. En gaat slechter worden. Het gaat slechter worden. Moet je gebruik zijn. En dat is uiteindelijk wat er gebeurt met de ogen. En het is echt kwalijk te nemen allemaal, hoor, vind ik, wat er allemaal gaande is, hoor. Ja. Want als ik dit ook vertel, hè, omdat mijn moeder ook een leesbril had ze nodig. En toen begon zij dus ook aan deze methode. En daarna had ze geen bril meer. Ja. Maar als je dat aan andere mensen vertelt, nou, die staan je met ogen open aan te kijken. En de mond valt open. Je denkt, dat kan niet, zeggen ze. Nou, het is toch echt, echt waar. Ja. Nooit meer een bril nodig had. Ja. Hoe is het mogelijk dat ze gewoon... Zo zeggen dat de ogen niet meer kunnen genezen. Dat zeggen ze maar gewoon. Maar het ding is ook, mijn leesbrillen, dat is nog iets apart. Omdat, dus leesbrillen, dat krijg je myopie, dus bijziendheid, dat ga je meestal niet op je 40ste krijgen. Dat is altijd iets dat ontstaat in de kindertijd. Oh. Maar bijvoorbeeld de bril, dat is meestal zeggen ze dan, hè, rond 40, 50, dan heb je een leesbril nodig. Dan gaan ze er al vanuit. Ja. Maar wat ik dus zeer, zeer fascinerend vind, dat is dat vroeger, in de jaren 50, 60, waren er helemaal niet zoveel leesbrillen. Dus, en nu is dat is pas een pandemie. Ja. De dag van vandaag. Ja. Dus... Zowat iedereen heeft bij wijze van spreken een leesbril. Maar dan mag je dus de kracht van herhaling en brainwashing niet onderschatten. Want te pas en te onpas wordt dat verkondigd. En van het moment dat je dan die leeftijd hebt en je bijvoorbeeld op een dag wat minder goed geslapen hebt of er is iets gebeurd
in jouw leven, omdat ogen reageren ook heel fel op emoties. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. En je zit een beetje wazig. Mm-hmm. Automatisch ga je dan denken, oh, ja, ik ben 40, lap. Ja. Ik ga een leesbril nodig hebben. En wat ga je dan doen? Ah ja, je gaat naar de zaak en je krijgt een bril. Maar wat gebeurt dan? Eigenlijk, de bril creëert... Mm-hmm. Het probleem. Ja, 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 ja. En bij ouderdomsverziendheid, dus presbyopie, een leesbril, dat we zeggen, wordt meestal aangenomen dat het de cil, dus rond de lens in mm-hmm. jouw oog, mm-hmm. zit een spiertje, een rond spiertje, mm-hmm. een ciliaire spier, mm-hmm. en die gaat ook samentrekken en ontspannen. Mm-hmm. En dus als het ontspant, is jouw lens plat, mm-hmm. en als het samentrekt, is het bol. Ook mm-hmm. weer met de bedoeling mm-hmm. dat om de lichtstraal op die fovea centralis te krijgen. Ja. Dus, maar het ding is, als dus die spier, als je dus het werk overneemt door een bril, mm-hmm. dan wordt die spier niet meer gebruikt. Nee. Dus iets wat je niet gebruikt, en zeker zo'n klein spiertje, mm-hmm. dan wordt het steeds erger en erger. Vandaar dat de mensen dan beginnen met een leesbrilje van... een halve dioptrie, maar erop zitten ze al vaak een anderhalf. Ja, het wordt steeds en het wordt steeds erger, omdat die spier wordt niet meer gebruikt. Ja, dus wat doen we dan met de Dr. Bates methode? Dat is dan, ik gebruik niet graag het woord oefenen, omdat oefenen vaak een connotatie heeft van je best doen en werken en prestatie. Okay. En we zitten eigenlijk in een maatschappij die heel prestatiegericht is. En dan zit je weer met de disbalans tussen stress en ontspanning. Want die prestatiedrang die in onze maatschappij zit, creëert enorm veel stress. Vaak ook heel onbewust. Ja. En vandaar dat we in de Dr. Bates methode en natuurlijk C-methode eigenlijk liever spreken over... spelletjes spelen met je ogen of ontspanningsactiviteiten doen. Oh ja. Zodanig dat je dan in geval van... Dat klinkt gelijk minder stressvol, Want uiteindelijk ogen... Anders denk je steeds, ik moet oefenen. Ik moet oefenen. Ja, maar dat is hoort het, dan moet ik oefenen. Ja, maar dus ik moet oefenen, dat is helemaal niet ontspannend. Nee, dan krijg je stress van als je dat zo vertelt. Voilà, dat is heel logisch, En eigenlijk de sleutel van Dr. Bees en ook de sleutel tot succes is juist ontspanning. Ja. Dus ik zeg ook vaak tegen studenten, want mensen die de Dr. Bees methode leren, zijn studenten. Je bent eigenlijk altijd, je leert opnieuw met je ogen kijken zonder bril of lenzen, mm-hmm. Omdat zien is een aangeleerde vaardigheid. En het is juist omdat we onze ogen op een manier gebruiken die ons wazig zicht opleveren. Je kan dus ook je ogen opnieuw leren gebruiken die jouw scherp en helder zicht opleveren. Ja. Dus ook de woorden die jij dus gebruikt is gewoon spelletjes doen of ontspanningsactiviteiten. Ja. Dat is fantastisch. Het geeft al een heel ander gevoel. Ik let vaak op mijn woorden, maar soms gebeurt dat ook dat ik oefeningen zeg of van die dingen. Ogen zijn eigenlijk ook een beetje allergisch aan het werkwoord moeten. Want alles wat je moet, dat is niet leuk. Nee. Dat gaat ook in tegen jouw vrije wil. Ja. En ogen zijn echt barometers. Trouwens, in het Engels, de klank die in het Engels gebruikt wordt voor oog, ogen of oog en ik, dat is dezelfde klank. Oké. Okay. Dat is I. Ja, klopt. Ja. Dus dat wil zeggen dat I, dus het oog en ik, dat is in hetzelfde. Ja. Ogen vertellen eigenlijk alles over een mens. Als iemand bijvoorbeeld mij zijn of haar brilvoorschrift geeft of de geschiedenis, dan weet ik heel veel over die mens op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Ja, want er zit natuurlijk een psychologisch betekenis achter de kwaal die degene heeft. Hè? Mm-hmm. Dus ben je verziend? Wat is dan de betekenis van iemand? Want je laat zo meteen ook tips zien, hè? Want hoe je dus je ogen kunt trainen, hè, of spelletjes mee kunt doen. Eerder spelletjes, want trainen is dan weer die prestatie. Die prestatie, maar die spelletjes met je ogen kunt doen,
om je ogen dus te genezen. Maar er zit dus een psychologische betekenis achter waarom je dus inderdaad dus klachten krijgt, waardoor je dus niet zo goed kan zien. Ja, vaak bijvoorbeeld als mensen oogproblemen krijgen, mm-hmm. is het vaak zo dat er vooraf een zeer ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden mm-hmm. in het leven van die persoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij mezelf. Een jaar voordat ik dan mijn eerste bril kreeg, mm-hmm. ik zat toen in de derde kleuterklas, mm-hmm. en ik herinner dat voorval nog alsof dat gisteren was. Mm-hmm. Dus dat is iets dat nog wel wat verwerking nodig heeft. Mm-hmm. Dan werd ik aangereden door een auto. Mm. En op mijn, ik werd geraakt hier aan mijn hoofd, op de rechterkant. Oh. Ja. En dat heeft een hele grote emotionele impact op mij gehad. Mm-hmm, mm-hmm. Omdat de volwassenen, mm-hmm. die waren allemaal heel hard in paniek. Mm-hmm. En waren vooral met hun paniek bezig. Mm-hmm. En je voelt je daar eenzaam? Ik voel me heel eenzaam. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik... En dan als kind kan je dat niet plaatsen. Nee, nee, nee. Nee. En ik merkte dan ook dat iedereen wees naar mij. Ja, ze is onder een auto gelopen. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ik was 6 jaar. Ja, ja, ja. Ja, dus ja, ja, ja. Er werd me eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid in mijn schoenen geschoven. Mm-hmm, mm-hmm. Terwijl ik die verantwoordelijkheid als kind nog niet kon nemen. Nee, nee, nee. Nee. En, jij was de schuldige. Ik was de schuldige. Ja, de dader van het ongeluk. Ja. En ik weet zeker dat niemand van die volwassenen dat met die bedoeling deed. Nee, dat zijn staat automatisch. Stil, ja. Niemand staat erbij stil. Ja, ja, ja. Maar de impact die het heeft op iemand, dat kan. Ja, dat doet iets met je. Dat doet natuurlijk iets met jou. Vooral als je zo jong bent, dan voel je bijna crimineel, denk ik toch onbewust. Ja. Ik denk van ja, het is maar om mijn schuld. En je hebt ook nog eens pijn. Ja, ja, hè? Ja, 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 ja. Dus wat we ook vaak zien, dat is. Het is wel goed dat je dat vertelt, want. Hè, het gebeurt helaas natuurlijk vaker als iemand een ongeluk krijgt. Of kinderen hè, die natuurlijk toch overrennen. Of automobilisten die niet goed opletten. Die gingen hier ook als een gek soms door de straat heen rijden. Ja, dat men daar gewoon anders mee omgaat. Dus, wat zou je daarvoor tip kunnen geven wat je daarmee om kan gaan? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te erkennen wat is. Mm-hmm. Als zoiets gebeurt, mm-hmm. Gaat dat kind in eerste instantie zich heel bang voelen. Mm. Want oogproblemen gaan bijna altijd ook te maken hebben met het gevoel van veiligheid. Mm-hmm. Als iemand zich niet veilig voelt, mm-hmm. Om datgene wat is te zien, mm-hmm. gaat die waas creëren. Mm-hmm. Omdat hij dan niet ziet. Nee, je wil het niet zien. Hij wil het niet zien. Nee. En blijft in een veilige kokon. Ja, 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 ja. En soms is dat ver en soms is dat dichtbij. Ja. Ja. Afhankelijk van wat er juist emotioneel speelt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Interessant. Ja. Ik bedoel, het kan best zijn dat er binnen het gezin alles oké is. Mm-hmm. Maar dat er bijvoorbeeld op school ergens een onderhuids pestgedrag zit. Dat van leerkrachten of... Of iets anders, waardoor dat kind eigenlijk zich niet veilig voelt. Want het gaat echt altijd om zich niet veilig voelen. Mm-hmm. Dus voornamelijk als kinderen waas beginnen zien, mm-hmm. of het nu dichtbij of ver weg of iets anders mm-hmm. is, heeft heel vaak met zich niet veilig voelen mm-hmm. te maken. Mm-hmm. Of met het gevoel dat het te veel is. Mm-hmm. Een gevoel van overweldigd mm-hmm. te zijn. Mm-hmm. Ja. Waardoor... Te veel moeten misschien. Ja, veel moeten. Ja. Nee, want dat van vandaag op school... Ja, men moet altijd. er is geen normaal leven meer. Alles moet. Je moet mondkap. Ja. Je moet anderhalve meter. Ja. Je moet leren. Je moet studeren. Je moet CITO-toetsen. Ja. Je moet de hele dag meer van alles. En ook op school is een enorme prestatie. Ja. Ik zeg dat niet op alle scholen, maar... 80% zeker. Ja. Misschien 90%. Dus, ja. En als je... Het zijn vaak ook heel gevoelige kinderen die dan aan de bril moeten. Dat is bijzonder jammer. Ja, ja. Ook op pestgedrag, hè, als je het nu erover hebt. Want heel veel cliënten ook die ik bij mij krijg, die ik dan ook zie met een bril. En waarvan ik dan de geschiedenis weet, hebben bijna allemaal op school zijn ze
En enorm gepest en niet gesteund vanuit het gezin. Ja. Ja, dus de ouders die zeggen, ah, daar word je hard van. Of in een andere school, dan groei je er wel overheen. Of dan is het anders. Ja. En dan voelen ze zich onveilig, want je wordt niet gesteund. Nee, je wordt niet gesteund. En ik hoor je zeggen, je wordt er hard van. Ja. Maar eigenlijk, als ouders op die manier met kinderen omgaan, is zeer hard. Ja. Er zijn er veel, helaas. Ja, persoonlijk vind ik dat we in een enorme harde maatschappij leven. Ja, 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 ja. En wij hebben dringend behoefte aan meer zachtheid in de omgang met elkaar. Ja, liefde. Ja. Ja. En ogen weerspiegelen dat heel fel. En je had ook nog iets van bijziend, hè? Want je vertelde dat er iets wat je voelt als je dus bijziend bent. Wat voel je dan? Wat is daar de psychologische tekenis achter? Over het algemeen, iemand die bijziendheid heeft. Als je je van bewust bent, dan zou je het symptoom niet creëren. Mm-hmm. Dus meestal gaat dat gepaard met een angst voor de toekomst. Mm-hmm. Oké. Ja, dus zelfs in die mate dat een voorwerp op bijvoorbeeld 6 meter niet kan gezien worden. Mm-hmm. Ik denk dan bijvoorbeeld als een babytje geboren wordt. Babytjes zien niet meteen scherp en helder. Mm-hmm. Dus het enige wat een babytje nodig heeft, de warmte van zijn moeder en ook de moederborst. Dus eigenlijk kan het zien tot aan de moederborst. Oké. Het is wel belangrijk op dat moment. Voedsel. Voedsel, ja. Voilà. In een baby's in de wereld is voeding belangrijk om te overleven. Ja. En naarmate dat zij dan groter wordt, gaat het zich interesseren in andere dingen. Mm-hmm. En ogen ontwikkelen zich, of het zicht ontwikkelt zich, aan naar gelang de interesses van de ogen. Dus, maar daarvoor is het wel van primordiaal belang dat dat babytje zich veilig voelt. En het ding is, een gevoel is een gevoel en dat kan je niet ontkennen of niet zeggen dat het er niet is. Dus als een babytje bijvoorbeeld in een gezin opgroeit, waar een onveilig gevoel is, omdat mama en papa bijvoorbeeld de relatie niet echt kosher is, dan voelt die baby dat. Mm-hmm. Hè? Afhankelijk van de constitutie kan zich dat dan op de ogen manifesteren. Mm-hmm. Dat hoeft niet, dat kan ook iets anders zijn. Ja, maar, ik ga er graag vanuit dat ons lichaam onze dienaar is. Ja. En dat het signalen geeft en ons wijst of wij al dan niet congruent zijn met het leven. Ja. En als we niet congruent met het leven zijn, dan laat ons lichaam dat weten. Ja. We zijn uit balans dan op dat moment. Ja, dan zijn we uit balans. En die balans is voor iedereen zeer uniek. Mm-hmm. Ja. Dus, en ook het pad naar helder zicht, zonder bril en zonder lenzen, is voor iedereen zeer uniek. Ja. Wat voor de ene werkt, kan goed zijn dat voor iemand anders niet werkt. Ja. Het is echt een soort zoektocht van, wat past bij mij? Zoals dat je daarnet zegt, als je dan zegt, ik moet mijn oefeningsjes nog doen, dat gaat niet lukken. Nee. Dan ga je eigenlijk net het tegenovergestelde krijgen. Ja. Het is echt op zoek gaan, welke activiteit vind ik leuk om te doen? Ja. Bijvoorbeeld, om daar even naar de technieken te gaan. Dr. Bates kwam eigenlijk met zeer, zeer eenvoudige suggesties. En dat vind ik nu zo mooi aan natuurlijk genezen. In de natuur is niks ingewikkeld. Nee, alles is eenvoudig. Ja. En logisch. Ja. Het werkt. Ja. Ja, want wat ik bijvoorbeeld altijd zeer fascinerend vind, dat is dat in de klassieke geneeskunde de apparatuur enorm indrukwekkend is. Ja, en ingewikkeld. Maar de resultaten zijn er niet altijd naar. Ik vind dat boeiend. Hoe komt dat dan? Ik stel enorm veel waarom-vragen. Ja, daar hou ik van. Ja. Doe je goed? Ja. Ik hou ook van waarom. Ja. Dus, hoe zit dat dan precies? Hoe werkt dat dan? Ja, maar allee, ik vind het hoogst merkwaardig dat er zo'n technologieën zijn, maar dat het aantal chronisch zieke mensen stijgt. En dat bijvoorbeeld lees ik uiteindelijk heel veel mensen opnieuw gaan brillen of op latere leeftijd echt oogziektes ontwikkelen of leesbrillen nodig hebben. En dat is gewoon weer omdat de oorzaak niet aangepakt is. Ja. Dus er zijn een aantal
principes. Aan die principes zijn dan een aantal technieken gekoppeld. Mm-hmm. En omdat wij nu in een maatschappij leven die heel vaak dichtbij werkt, mm-hmm. Op pc, computers mm-hmm. en al van die toestanden, hebben de ogen eigenlijk vaak behoefte aan ver wegkijken mm-hmm. om te ontspannen. Mm-hmm. Dus een van de zeer doeltreffende activiteiten om te doen mm-hmm. is, als je bijvoorbeeld heel veel op je computer zit, dat is per dag minstens 20 minuten in de verte kijken. Oké, dus eigenlijk op een weiland of aan het meer of in het bos, zo ver mogelijk in de diepte. Ja, bos zie je natuurlijk nog, dat kan je misschien ook nog een beetje. Mm-hmm. Maar meer op grote stukken, vlakke land of zo. Ja, ja, dat is ideaal. En je kan dan je blik over de horizon laten glijden. Mm-hmm. Is zeer, zeer ontspannend voor de ogen. Tuurlijk, als ik dat zeg, zijn er heel veel mensen die zeggen, oh, ik woon in de stad, dat gaat niet zo. Naar het park of zo. Ja, bijvoorbeeld in het park. Maar dat is ook eigenlijk, het is belangrijk van 6 meter en verder te kunnen mm-hmm. kijken. Mm-hmm. Nu, er is één groot voordeel, dat is dat jouw hersenen maken geen onderscheid tussen visualisatie mm-hmm. en de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus wanneer je bijvoorbeeld je ogen sluit en je kan bijvoorbeeld heel goed visualiseren mm-hmm. en je visualiseert jouw favoriete plek mm-hmm. aan het strand of mm-hmm. in een weiland, mm-hmm. dat is net even ontspannend mm-hmm. als dat je in werkelijkheid naar een landschap kijkt. Ja, ja, ja. Dus, en je kan dat ook echt voelen met je ogen. En dat zijn dus de ontspanningsactiviteiten die je dus moet doen om te gaan leren ontspannen. Die je niet moet doen, maar... Oh, ja. Dan ga ik weer met die moeten. Nou, die je dus zou kunnen doen als je genezen wilt. Maar om dus je brein het akkoord te geven aan die spieren om te kunnen ontspannen. Ja, om te komen. In principe... Ja. Nu ga ik misschien hele straffe dingen zeggen, maar in principe zien jouw ogen niet. Okay. Je ogen kijken, mm-hmm. dat is passief. Mm-hmm. Het is je virtuele cortex die ziet. Okay. Hey, dus zoals ik zei, de informatie wordt ontvangen door je ogen. Mm-hmm. Die worden doorgestuurd naar je visuele brein. En hier mm-hmm. achteraan je visuele brein mm-hmm. wordt al die informatie mm-hmm. als een soort... Want je brein krijgt ook informatie van twee ogen, mm-hmm. je linkeroog en je rechteroog. Mm-hmm. En dat komt hier toe en dan wordt er eigenlijk een soort puzzel gelegd met mm-hmm. al die informatie. Mm-hmm. En sommige, als er bijvoorbeeld informatie ontbreekt, dan hebben we een soort van visuele bibliotheek mm-hmm. waar dat dan wordt mee aangevuld. Mm-hmm. En je hebt ook visualisatie mm-hmm. of als er informatie ontbreekt, dan gaat je brein dat zelf aanvullen. Okay. Ik weet niet of je hebt zo van die optische bedrogspelletjes, dat je iets ziet. Ja, je ziet twee gezichten, je ziet een paar en dan zie je een hoofd van een mens of zo. En dat komt dus omdat zien geen exacte wetenschap is, omdat je brein mm-hmm. dus met de informatie die het krijgt, met jouw visuele geheugen en visualisatie een plaatje maakt. Okay. En het zien gebeurt dus eigenlijk in je hersenen. Mm-hmm. Er zijn zelfs specialisten die zeggen dat je ogen niet zo belangrijk zijn. En want als je ogen dicht doet, zie je ook. Ja, bijvoorbeeld in je droom zie je ook. Ja, maar ook ik doe heel vaak van die spelletjes. Ja. En dan ga ik mezelf blinddoeken. Ja. En dan loop ik door ergens heen of zo. En of ik loop door je eigen woonkamer heen. Ja. En dan kijken of je kan zien... Ja. Zonder te kijken met je ogen. Ja. En je ziet alles. Ja. En dat is ook leuk. Dat kun je ook met proeven doen. Dat kun je met horen doen. Als je geblinddoekt bent. Ja. Ben je veel meer gefocust op je zintuigen. Ja. En daar hoort kijken natuurlijk ook bij. Ja. En je ziet dus gewoon. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Want ik heb jaren terug Meir Schneider ontmoet. En Meir Schneider is ook een zeer bekend iemand binnen de wereld van natuurlijk zien. Mm-hmm. Hij is geboren met cataracts in beide ogen. Oh. Hij heeft daar verschillende operaties op gekregen. Mm-hmm. En zijn lenzen zijn eigenlijk voor meer dan 90% beschadigd. Ja, littekenweefsel. Oh. Dus, en hij is van Israël. Hij was door de stad Israël legally blind verklaard. Oh. Ja. Maar op zijn 17e hoorde hij van natuurlijk zien. En hij is daar zeer, zeer gedreven mee aan de slag gegaan. En hij woont nu in San Francisco in Californië. Mm-hmm. Hij heeft een self-healing school.
Hij rijdt de dag van vandaag met de auto. Mm-hmm. Hij heeft een rijbewijs zonder restricties. Dus zo. Hij zit nu terug. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Dat hadden we toch in de maling genomen hier. Ja. Er is ontzettend veel mogelijk met de geest. Ja. De geestkracht is oneindig. Ja. En onverwoestbaar. Ja. En wij, ons lichaam reageert op onze geest. Ja. Want die is de bewoner. Omdat het is effectief zo, de geest is enorm krachtig. Maar ik merk wel dat ook dat voor elk individu anders kan zijn. Sommige mensen die bijvoorbeeld geneigd zijn om met de geest of via de geest te willen genezen, mm-hmm. kan best zijn dat leven die hen dan uitdaagt om dan net via het lichaam te gaan genezen. Mm-hmm. Mm-hmm. Omdat de ogen staan ook eigenlijk heel hard in verbinding met de lever en de gal. In de traditionele Chinese geneeskunde mm-hmm. is de gezondheid van de ogen verbonden met de lever en de levermeridiaan. Dus mensen... De gal, hè? En de gal, ja. Dus ik durf zelfs te zeggen dat mensen die visuele problemen hebben of oogziektes, dat die bijna allemaal een zwakke leverenergie hebben en een zwakke galfunctie. Maar het is niet omgekeerd. Het is niet omdat je een zwakke lever hebt, dat je per definitie oogproblemen hebt. Dat is echt afhankelijk van de constitutie van mens tot mens. Maar dus omgekeerd is dat wel zo. En ik werk ook vaak dan op de lever en de gal. Mm-hmm. Wat dat vaak ook kan bijdragen tot beter zicht. Ja. Want het is niet uitsluitend emotioneel of mentaal of spiritueel waar het de oorzaak ligt. Het kan ook vaak gewoon een fysiek probleem zijn. Ik ken voor mensen die een sinusitis hadden, dus een ontsteking van de sinussen. Mm-hmm. En die daardoor plots opstonden en wazig zagen. Mm-hmm. En die dan naar de oogarts gingen, die dan de diagnose kregen, mm-hmm. u bent bijziend. Ja, die dan zoiets hadden van, dat vind ik nog een beetje vreemd. En die dan een tweede opinie vragen en die dan bijvoorbeeld zeggen van, kijk, het is een sinusontsteking. De dokter schreef toen antibiotica voor. Niet dat ik daar nu zo direct een fan van ben, maar goed. Je hebt ook natuurlijk antibiotica in deze. Ja. Dus altijd even verder kijken, je neus lang is. Ja. maar in ieder geval, de sinusitis was genezen en de waas was ook weg. Ja. Dus, je hoort ook wel eens mensen die zo'n vlek voor hun ogen hebben. Wat is dat? Elke keer zo'n vlek. En dat hebben ze dan een paar maanden lang. En dan zien ze steeds zo'n vlek. En dan ze doen die floaters, zo die... Er zijn heel veel mensen die een soort van, is het in het Engels, floaters en in het Frans, mouche volante, maar de Nederlandse naam ontsnapt mij nu. Maar dat is inderdaad, dat zijn zo... lichtflitsjes of zo? Dat zijn zo zwarte vlekjes in je beeld en die trekken zo weg naar de zijkant. En dat zijn eigenlijk een soort van grote afvalbrokken die in het glaslichaam drijven. Mm-hmm. En die dus eigenlijk op de een onderbreking vormen tussen de lichtstraal mm-hmm. en de macula. Mm-hmm. En dat geeft dan dat beeld van die zwarte vlekjes die zo wegdrijven. Ja. Dat heeft verschillende oorzaken, maar dus een belangrijke oorzaak is ook gal en lever. Oh, en heb je dan last van je gal of van je lever? Of moet je dat dan, wat moet je daarmee doen dan? Dus vlekjes, dus een stip voor je oog, kan dus met je gal. Ja, dat is vaak een overbelasting van de lever. En de lever en de gal... Dat gaat vaak gepaard met de emotie woede. Oh. Dus, en als mensen dan eens gaan kijken, zitten ergens onbewust of opgekropte woede, of woede die niet geuit is, of is er iets dat je heel veel frustreert dat soort emoties. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld heel veel chocolade of alcohol geconsumeerd hebt. En, wat niet echt een goed effect heeft op je lichaam. Ja, voor de lever. Ja. Dus zeker ook in de lente, gelijk of nu, we nemen het op in het begin van de lente, is een gekende levertijd. Dus, In de lente, waarom? Dat is heel interessant. Dus, dat is heel interessant. De lever is een van de organen die het meeste reageert op de verschillende lichtintensiteiten en op de seizoenen. Mm-hmm. Dus
herfst neemt het licht af, mm-hmm. en gaat ook de lever zich voorbereiden om een beetje op winterslaap te gaan. Okay. En in de winter is er minder licht, dus mm-hmm. de lever draait op een laag pitje. Dat okay. wil dus eigenlijk ook zeggen dat de afvalstoffen in jouw lichaam minder snel worden afgevoerd. Mm-hmm. En dan in de lente krijg je die energie van de lente, boost. Ja. Die boost. En dus die mm-hmm. lever krijgt ook die boost. En mm-hmm. die afvalstoffen die een beetje blijven zitten zijn in de winter, mm-hmm. van uw winterslaap, mm-hmm. die komen allemaal vrij. En dan kan je lever ja. een ja. beetje overwerkt worden. Oh. Daarom dat het heel goed is om in de lente uw lever te ondersteunen met bijvoorbeeld bepaalde kruiden, mm-hmm. een kruidentje, paardenbloem. Mm-hmm. Het is niet voor niks dat er in de lente heel veel paardenbloemen zijn. Oh, en die kan je gewoon eten. En die kan je gewoon ja. Ja, plukken en thee van maken. Oh. Of de blaadjes kan je in een groene smoothie ja. Draaien. Ik zou daar wel voorzichtig mee zijn. Oh. Begin niet met te veel, want paardenbloem is vrij bitter. Mm-hmm. En als je te veel paardenbloem, dat kan ja, wat heftig zijn. Oké. Okay. Maar bittere groenten en zo zijn zeer goed voor de lever. Oh? Ja. Oh, daarom dus, hebben we natuurlijk bitter, zout ja. en zoet en, ja. En wat allemaal meer. Maar het ding is, in onze moderne maatschappij mm-hmm. is de smaak bitter eigenlijk niet zo populair. Nee. Dus het is een beetje overwegend zoet. Ja, inderdaad, ja. te veel zout. Te veel zout, ja. Want suiker heeft ook een zeer nefast effect op de ogen. Ja. Dus, okay. Ja. Dus omdat suiker je bloedsuikerspiegel te veel beïnvloedt. Ja. En je ogen zijn relatief gezien organen die het meeste verbruiken aan zuurstof en ook aan voedingsstoffen. Mm. En jouw bloed levert de voedingsstoffen aan. Ze zijn natuurlijk continu bezig, hè? Ja, ze zijn continu bezig. Ja, ja. Interessant. Ja. Dus, en in die zin raad ik mensen aan om zeker in de lente goed voor je lever te zorgen. Dus wat meer bittere dingen te gaan eten. Ja. Dus ja, theetjes te drinken, bijvoorbeeld Maria Distel is ook zeer goed voor de lever. En je kan er dan wat zoet uit bij doen om een klein beetje de smaken te balanceren. Ja. Dus als die lever schoon is, of in ieder geval ondersteund wordt, dan is dat ook voor het zicht van de ogen beter. Ja. Oh, heel goed. En je ziet ook wel eens bij mensen die wat ouder zijn, zie je wel eens zo'n een beetje een witte waas of zo op hun ogen liggen. Wat is dat? Of blauwig? Wat is het blauw? Ja. Een cataract, misschien? Misschien is dat cataract, ik weet niet. Ja. Staar, dat wordt dat ook wel genoemd. Ja. Dus dat is een vertroebeling van de lens. Oké. Okay. En dat zijn eigenlijk eiwitten die zich vastzetten op de lens. Mm-hmm. En dat een van de hoofdoorzaken mm-hmm. van cataract mm-hmm. Is eigenlijk ouderdomsbijzindheid. Oké. Okay. Dus waarom? Oké. Okay. Interessant. Interessant. Gaat door. Ja. omdat dus de leesbrillen, hè, dus de leesbrillen, ik heb mm-hmm. dat gezegd daarnet, het ciliaire spiertje, dus rond de lens, mm-hmm. Als we een leesbril gebruiken, wordt dat niet meer gebruikt mm-hmm. hè, en wordt dat eigenlijk... Dat ligt gewoon lam. Dat wordt lam, ja. Maar dat ciliair spiertje, mm-hmm. normaal, in normale omstandigheden, mm-hmm. gaat dat samentrekken om de lens boller te maken mm-hmm. en ontspannen om ze platter te maken, mm-hmm. om dus de lichtstraal op de macula mm-hmm. en de fovea te krijgen. Dus het knijp. Ja. Dat is eigenlijk wat het continu doet. Joh. Dus je lens wordt constant boller, platter. Ja. Boller, platter. Okay. Boller, platter. Interessant, ja. Om het licht... Ja. Te vangen. Dus, en je lens is ook niet door bloed, dus mm-hmm. om de afvalstoffen af te voeren en zo. Mm-hmm. En om te voeden mm-hmm. is die beweging heel belangrijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar als dat dus overgenomen wordt mm-hmm. door een leesbril, mm-hmm. beweegt die lens niet meer. Nee. Vandaar dus dat die stijver en stijver wordt ja. en dat die afvalstoffen ook niet afgevoerd worden en dat die eiwitten dan. Je blijft zitten of het wordt lui gewoon op het oog. Ja. En hoe komen we daarvan af, jongens? Want we willen gewoon allemaal van de bril of degene die een bril hebben. Ja. Lijkt mij van wel. Mm. Wat zijn nou de trucs? Zijn de oefeningen voor al deze problemen hetzelfde? Dus maakt niet uit cataract of verziend, bijziend. Of heb je voor al die... verschillende onderdelen. Dus bij verziend heb je een andere techniek dan voor bijziend of voor cataract. Ja, eigenlijk
alle activiteiten zijn, zijn goed voor je ogen. Maar zoals ik eerder al zei, iedereen is uniek en bepaald. Nou, lieve mensen, de technieken die doen wij in de volgende video laten zien. Dus blijf vooral kijken. Morgen komt de volgende video online. Zodat jullie ook de technieken kennen die jullie kunnen doen. Tot morgen. Doei!